Ik ben geboren in Farmsum en als kind ging ik al dus niet naar de kleuterschool. Ik zat altijd bij de sloot, ik was altijd aan visjes vangen, stiekelstitjes, salamanders. En dan bracht ik ook alles weer vrij. Ik was altijd buiten, vlakbij de Eems en de Waddenzee. Ja, dat is waar ook mijn hart ligt. Nou, de toerist die naar de provincie Groningen komt, vind ik eigenlijk dat ze allemaal eerst even naar de Waddenzee moeten gaan en dan via Pieterburen. Noordpolderzeil kun je wat lekkers eten, visje eten en dan natuurlijk de dollard. Waar je ook in de zomer moeders met de jongen gewoon kunt zien. Je kunt gewoon in Nederland zeehonden zien van heel dichtbij die er geen last van hebben. Waar kun je dat nog? Gewoon heerlijk naar die Waddenzee komen. Nee, is een beetje eng. En ze zijn direct wild. Ik ben over de hele wereld geweest. En als ik dan weer terugkom, dan denk ik, oh, ik heb alle natuurgebieden gezien in de wereld. Groenland, Mauritanië, Afrika, overal ben ik geweest. En dan denk ik, wat hebben wij het hier mooi.